Op Schiphol zit de vakantiestemming er goed in. Terwijl gratis ijs wordt uitgedeeld, vertellen de reizigers graag wat over hun vakantieplannen. Waar gaan jullie heen? We gaan naar Gesonisos. Giso. We gaan naar Ghana. We gaan naar Bulgarije, naar Boedapest. Sorry, Hongarije, Boedapest. We gaan naar Turkije. We gaan nu naar IJsland. Zaterdag gaan we naar Canada en volgende week zaterdag naar New York. Bruiloft vieren. Een bruiloft? Ja. Van een zoon, dochter? Dochter. Ja. Ja. En kun je misschien vertellen hoe dat zo is gekomen? Ja, heb je even zo elkaar zeggen. Jongerenparty, eiland, zochten we en Gesonisos is het geworden. Lekker? Lekker hoor. Oké. Okay. Nou ja, daar de liefde van de leven ontdekt en daar wil ze verder. Dus we gaan met een heel stel mensen feest vieren. We gaan eerst naar Boedapest een paar dagen en vervolgens gaan we door naar Sunny Beach. En hebben we daar een villa gehuurd en daar gaan we ook nog een paar dagen zitten. Nou, ik heb een all-inclusive geboekt een keer. En zoals de jongste zegt van een ga maar halen vakantie. Zo van dat ik niet hoef te zorgen dat als hun dorst hebben dat ik kan zeggen van ga maar halen. Het is daar een beetje afwachten wat daar te doen is en we kijken wel en pluk de dag hè. Ja, dat is heel fijn hè. Ja, oké, okay, dankjewel. Dat is lief. Gratis is altijd leuk natuurlijk hè. Mam, pap, die zijn nog op vakantie, maar ik zal voorzichtig doen, dus geen zorgen. En Roos, ik hou van jou. Wow, ik zei het gewoon. Roos, ik hou van jou. Hoi. Hoi. Doei.